Ik ben dan niet een beetje strak. Ik ben even terug, hè? Nee, iets te lager nog. Wat? Moet hem lager? Iets te lager. Dan let dat op met een bril, hè? Dat weet ik nog, ze. Ze weet niet meer, hè? Ja, dan elke die ontstaat maar een deur. Die is en dan zeven Manu, als je gekoppeld heeft aan de reel en die begint te draaien, en heeft een beetje thermiek gevonden, dan gaat hij zien, die kost een meter te stijgen per seconde. Ah ja. En dat is de snelheidsmeter. Dat is hoogtemeter, variometer, snelheidsmeter. Kompas. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik ook, dat valt mij weer mee. Kun je misschien best dat raampje naar sturen, dat dan maar wat dicht. Dicht? Als we dat heel van lawaai maken. Ah, ja. Als dat maar straks wel open is, dat maar warm wordt. Ja, ja, ja. Ah, dat is het enige instrument dat je volledig zelf mag gebruiken. Oké, alright. Ja? Cool. Je moet goed zien, zodat ik straks alles voor jij kan bewegen. Ah ja, ik wou je zeggen. Ja, dat is wel, maar het is... Oké, okay, goed. Ja? Okay. Ben je klaar voor? Ja, ik ben helemaal ready. Ja. Ja, zie je, zal ik als de kabel hier staan spannen, die het hem aangespannen is, ga je, laat ik steken doen. Ja. En dan zijn we weg. Hè. Ja. Okay. We beginnen een klein beetje een druk voelen, maar je zou in onze hoek hangen. Ja, oké. Okay. In mijn oren mogen zeggen. Nee, je wordt een beetje rechter geduwd. Hè, met, ah ja, oké. Okay. Maar het is niet omdat je zo rap stijgt dat je dat zoals dat je dat in een ander vliegtuig hebt. Normaal gezien. Of je moest heel gevoelig zijn. Nee, mooie momenten. Oké, de kabel wordt aangespannen. Ja. We zijn weg, hè. Drie. Ja, een mic bit. Beetje sneller. Zo, nu leggen we de lucht naar 45 graden. Dan komen we tot ongeveer 400 meter. Ah oh, ja. Oh. Maar even, dat moet gaaf zijn dat je dat zelf kunt doen, zoals dat jij dat nu doet. Dat zo wat kan vliegen, ja. Ja, ik zie. Hoor, dat is Brasschaat dan. Ah, maar dat lijkt klein, hè? Zo hier. En dan heb je misschien ook koelig, hè? Je hebt daar de haven eerst, dan heb je de bocht van de Schelde en daar in Nederland te verleunen. Ja, en ik zie dat we eventueel een klein beetje kunnen boven blijven. Dat is een thermiek, hè? Dat is wel gewoon, hè? Dan zien we welke de boven gaan. Zo, ik die warme lucht gaan draaien, gaan we terug hoogte binnen. Ah ja, ja, zo. Hoe lang blijft het zo al boven? Dat hangt er wat van af, hè. Vandaag is het zo'n denderend weer, dus het kan zijn dat we binnen 5 minuten aan de grond staan. Als ik hier wat hoger kan winnen, zal dat iets langer zijn. Boven de dingen, boven de baan. Ja. En
heb je daar dat water, dat is een E10 plas. Ah ja, ja, daar, ja, ik zie het. En dat wordt wel eens goed voor zien, vlak voor ons. Ach ja, daar. Maar dat is omdat die zon er zo fel op staat, hè? Ja. Dat het zo licht is, hè? Ja, en dan hier de haven, dat kent ook wel, hè, met de torens van boven en zo. En, ja. Dan heb je de westen en de oosten schelden, dat waren die geleden. Ja. Mag ik een beetje openzetten, dit? Ja, tuurlijk. Moet dat een beetje aan het trekken, naar u toe? Oh, hè? Ja, ah, ja, ja. Ja. Je mag gerust ook je hand buiten steken als je te warm hebt, zodat jij dat even terug vindt. Ah, ja. Het is vandaag wel warm, hè, dat ik heb. Ja, mij. Heb jij last van je maag of zo? Nee. Nee. Waarom gaat een zotte landing uitvoeren? Ik weet het, de eerste keer kan ik het niet meer laten. Ja, ik vind het toch heel indrukwekkend, hè? Ja, maar ik vond die paar die... Dat vond ik...
vond ik wel plezant, ja. Ik kan wel eens zien dat het ook. Ja, dat is eigenlijk al een tof concept.